Pieter ging mis. Doet u belastingen zelf, belastingaangifte? Zeker, zeker met veel plezier. Wat zijn de lastigheden? Eigenlijk tegenwoordig met die voor ingevulde aangifte, als je in loondienst bent, zijn er eigenlijk geen lastigheden. Ik ben het langste bezig met de giften. Die moeten allemaal netjes op een rijtje worden gezet. En welk nummer hoort er ook alweer bij welk goed doel? Dus dat kost me eigenlijk de meeste tijd, het allemaal op een rijtje zetten in Excel. Maar de aangifte is een fluitje van een cent. Wel eens een fout gemaakt? Nee, ik kan het me niet herinneren. Nee. Of iets moeten herstellen wel eens? Hè? Nee, het zit er meer bij wijze van spreken bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. En dan is achteraf je inkomen toch net iets anders geweest. Maar dat heeft niks met de aangifte te maken, maar zit meer bij de toeslagenkant. En daar heb ik nog wel een mening over die toeslagen. Nou, laten we daar dan meteen op doorgaan. Ik denk dat heel Nederland daar een mening over heeft. Hoe moet dat voor ChristenUnie verbeteren? Kijk, wij hebben al een aantal jaren dat we moeite hebben met het belastingstelsel. Vooral de inkomstenbelasting is gewoon veel te ingewikkeld. In onze ogen ook niet rechtvaardig. Het valt heel ongelijksoortig uit als je een huishouden hebt in je eentje of met meerdere. Of je nou in een huurhuis woont in de vrije sector of in een koopwoning of in een sociale huurwoning. Hoe je brood verdient, is dat in loondienst of als zzp'er. Het is enorm van invloed op hoeveel belasting je betaalt. En dat moet anders, dat moet veel gelijkmatiger. Dezelfde euro moet op dezelfde manier belast worden. Dat is eigenlijk één. En daar kwam de hele toeslagendrama overheen. En het toeslagendrama, ja, dat was voor mij echt de druppel. We moeten af van het toeslagenstelsel. We moeten echt toe naar een ander stelsel. Zonder toeslagen, met minder heffingskortingen, minder aftrekposten. Veel eenvoudiger. En het kan rechtvaardiger en het kan ook met beperkte inkomensgevolgen. Want eigenlijk zegt u dus, de toeslagen, gaat het dan alleen voor de kindertoeslagen of alle andere toeslagen ook afschaffen? Alle toeslagen moeten weg. Dus de kinderopvangtoeslag kan eenvoudig weg door de kinderopvang voor iedereen dezelfde prijs te geven. Gewoon een lage prijs. Huurtoeslag kan gewoon prima verwerkt worden. Zeker als je de huurtoeslag en de hypotheekrenteaftrek, die willen wij geleidelijk uitfaseren. Dan kun je gewoon één inkomensafhankelijke ondersteuning geven op basis van het inkomen, op basis van de huishoudenomvang. En dan heb je heel die toeslagen niet meer nodig. Ja, want dat is natuurlijk het gevaar, dat als die toeslagen allemaal worden afgeschaft, dat dan het inkomen, het besteedbaar inkomen, wel omlaag gaat. Hoe wil de ChristenUnie dat dan voorkomen? Ja, we hebben twee belangrijke elementen. Want inderdaad, alleen maar toeslagen afschaffen betekent gewoon een bloedbad, vooral bij lage inkomens. Dus dat willen we absoluut niet. Dus twee instrumenten. De eerste en de eenvoudigste is dat we het minimumloon willen verhogen en daaraan gekoppeld ook de niet loongerelateerde uitkeringen zoals AOW, bijstand en WAJONG. Dat is eigenlijk één. Twee, we willen een basiskorting introduceren en de basiskorting is eigenlijk een verzilverbare heffingskorting. Dus als je weinig inkomen hebt, krijg je hem ook iedere maand gewoon keurig uitgekeerd op je rekening. En die basiskorting is eigenlijk gemodelleerd op basis van de huishoudenomvang en deels op basis van het inkomen. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat iemand die alleen woont, bijvoorbeeld een uitwonende student, en die nauwelijks inkomen heeft, die kan iedere maand €550 basiskorting tegemoet zien. Voor zo'n student is het dus eigenlijk de basisbeurs nieuwe stijl. Stel je voor je hebt een gezin met meerdere kinderen, met drie kinderen en je verdient bij elkaar minder dan 20.000, die kans is niet zo groot, dan krijg je €1.650 aan basiskorting per maand. Stel je voor dat je meer dan €70.000 verdient, dan krijg je nog altijd €900 basiskorting per maand. Dus het is echt gerelateerd aan hoeveel mensen wonen er in een huishouden en hoe ziet het inkomen eruit van dat huishouden. Bestaat dat dan uit schijven, uit twee schijven of zitten er nog tussenschijven in? Nee, het bestaat eigenlijk uit twee delen. Een inkomensonafhankelijk deel, dat is gewoon €300 per maand voor een alleenstaande. En er komt voor iedere persoon komt daar dan €150 bij per maand. Dus woon je met z'n tweeën, €450 per maand, gewoon inkomensonafhankelijk. En dan daarbovenop zit nog een kop van €250 per maand inkomensafhankelijk voor een alleenstaande. En dan komt daar dus €125 voor iedere extra persoon bij. En dat is afhankelijk van het inkomen. En dat tot €20.000 bruto is dat stabiel. En dan loopt dat geleidelijk af naar €70.000. En daarop is de inkomensafhankelijke kop weg. Ja, dus eigenlijk samengevat, toeslagen eruit, maar compenseren op de lagere inkomens tot een bepaald €70.000 bedrag. Ja, inderdaad. En ook de algemene heffingskorting, dat is ook een belangrijke, die schaffen we daarmee af.
En daarmee krijg je eigenlijk maar één instrument in de inkomstenbelasting zelf. En alleen maar gerelateerd aan ja, met wie woon je samen en aan de hoogte van je inkomen. En het maakt dus niet meer uit hoeveel huur je betaalt. Het maakt dus niet meer uit hoe je zorg wel of niet eruit ziet. Het maakt niet meer uit hoeveel kinderen je in de kinderopvang hebt zitten. Dat staat er gewoon helemaal los van. Het is gewoon eenvoudig inkomen en huishouden. En zo houden we ook de huishoudencomponent in het stelsel. Want dat is natuurlijk het risico. De toeslagen zijn ingericht op het huishouden. De inkomstenbelasting is over het algemeen ingericht, niet helemaal zuiver, maar oké, over het algemeen ingericht op het individu. En die basiskorting is eigenlijk ons huishouden instrument, het huishouden aspect wat wij in de inkomstenbelasting brengen. Nou, speelt daarbij natuurlijk een rol dat als ik dit een onrechtvaardig systeem zou vinden, of het pakt bij mij toevallig heel slecht uit, dat ik dan rechtsbescherming zoek. Dat het ook op een makkelijke manier moet. Ook iets wat in het verleden in het belastingssysteem niet goed is gegaan. Hoe ziet de ChristenUnie de versterking van de burger die zijn recht wil halen? Ja, nou, ten eerste een vereenvoudiging van het stelsel door heel veel regelingen te schrappen en te vervangen door één regeling. Dat vereenvoudigt natuurlijk al het hele stelsel enorm. En dat voorkomt ook veel problemen, bijvoorbeeld op het halen van je recht. Want ja, gelukkig is er dan veel minder gedoe. Dat is eigenlijk stap 1. Stap 2, ja, de afgelopen jaren vinden wij ook dat er veel te weinig is geïnvesteerd en veel te weinig geld is uitgetrokken voor bijvoorbeeld de rechtsbijstand, de sociale advocatuur, dus de toegang tot het recht. Juist ook als je geen groot inkomen hebt en de afgelopen jaren heel erg afhankelijk was van toeslagen, die toegang tot het recht moet veel beter. Ja, en ten derde, die Belastingdienst zelf moet natuurlijk weer een bondgenoot van de burger worden. En ik weet, er werken gewoon hartstikke veel mensen die het hart op de goede plaats hebben en die ook met buikpijn bij wijze van spreken kijken naar wat er is gebeurd en naar hoe er nu over hun vak wordt gesproken. Maar ik denk dat aan die Belastingdienstkant het niet meer zo moet zijn dat als je aanbelt en je hebt eindelijk een belastingkantoor gevonden, want die zijn er steeds minder vergeleken met vroeger, en dat je daarin aan de balie iets afgeeft, dat je denkt van nou, dat zal wel ergens in een Bermuda-driehoek zijn verdwenen. Dat je echt weet, ik heb dit formulier ingeleverd en ik weet dat nu mij recht wordt gedaan. En dat ik bijvoorbeeld onterecht teruggevraagde toeslag alsnog krijg uitbetaald. Dat betekent dus ook dat het op de een of andere manier meer persoonlijk moet worden. Minder een systeem, minder geautomatiseerd, minder misschien een nummer zijn als belastingbetaler. Ja, kijk, dat is de menselijke maat, dat staat centraal. Maar dat staat denk ik voor heel veel politici centraal. Niemand zal zeggen wij zijn voor een systeem in plaats van voor de menselijke maat. Dus de praktijk zal wel heel ingewikkeld zijn. Hè. Bij de Belastingdienst hebben ze alleen al volgens mij 900 applicaties. En het grappige is, de oudste is volgens mij uit 1990. En als je dan mensen spreekt bij de Belastingdienst, welke werkt het beste? Ja, eigenlijk die uit 1990. Dus er is zo'n ongelooflijk veel werk te doen. Dus ja, het gaat veel meer om de menselijke maat en echt je systeem zo inrichten dat degene die je klacht in ontvangst neemt ook degene is die die klacht verder brengt. Dus dat je niet meer afgescheept wordt met algemene telefoonnummers en algemene loketten, maar dat je echt terecht kunt bij degene die bij wijze van spreken jouw zaak ook verder kan brengen. En daarom is zoiets simpels als bijvoorbeeld je naam. De naam van de belastinginspecteur die zich bemoeid heeft met jouw zaak, als die op de brief staat, dat je die kunt bellen, dat hadden we vroeger. Waarom doen we dat niet meer? Waarom moet je naar een algemeen nummer waar je nooit doorheen komt? En als je er doorheen komt, ja, dan is er weer een Bermuda-driehoek. Dus dat die persoonlijke benadering, en dat kan eigenlijk door simpelweg soms ook iets weer herin te voeren wat we vroeger gewoon gewend waren. Een ander probleem is natuurlijk box 3. Je moet een bepaald rendement halen, tenminste dat verwacht de Belastingdienst, terwijl dat eigenlijk in deze tijd niet meer te halen is. Wat gaat de ChristenUnie daaraan doen? Nou, allereerst, je wil natuurlijk belasting betalen op basis van je daadwerkelijke inkomen, van je daadwerkelijke rendement. En dat wil de ChristenUnie ook. Dus het eindperspectief, het eindplaatje is voor de ChristenUnie nog altijd, betaal je belastingen op basis van daadwerkelijk rendement, ook in box 3. Dus dat is één. Tegelijkertijd, ja, de Belastingdienst kan niet alles tegelijk. En voor ons is nu wel echt prioriteit om dat toeslagenstelsel van tafel te krijgen. Dus ja, wat mij betreft gaan we eerst proberen dat toeslagenstelsel af te schaffen. En in de tussentijd, zolang we opgezadeld zitten met dat fictieve rendement in box 3, moeten we proberen dat rendement zo dicht mogelijk, dus het fictieve rendement zo dicht mogelijk bij het daadwerkelijk rendement te krijgen. En ik vind het dus dat mensen die alleen maar sparen met hun geld, dan moet de belasting ook daadwerkelijk worden gegeven
op het rendement wat je uit sparen haalt. En dat rendement is op dit moment natuurlijk ongeveer nul. Dus mensen die alleen maar sparen moeten dus laag worden belast. Een ander punt is dat wij ook zeggen, ja, we moeten heel veel veranderen ook in hoe wij met bijvoorbeeld wonen omgaan. Geef mensen nou gewoon een inkomensafhankelijke ondersteuning op het gebied van wonen. In die basiskorting waar ik het al over had. En verplaats dat huis nou zolang geleidelijk van box 1 naar box 3. En behandel het huis dus in die zin als vermogen. Maar dan wel met een forse vrijstelling. Want als je het hele huis natuurlijk in één keer daar belasting over moet gaan betalen, dat zou niet fair zijn. Dus wij zeggen, zorg nou dat er een vrijstelling komt van, als je met z'n tweeën woont, voor €375.000. En daarboven geldt natuurlijk gewoon het standaardregime van, als je nog een hypotheekschuld hebt, kun je die weer verrekenen met het vermogen in je huis. Dus dat is bij ons de methode, waardoor dus 9 op de 10 mensen in box, die met hun huis in box 3 zitten, geen belasting betalen over hun huis. Geldt dat dan alleen voor het huis, die vrijstelling in box 3, of over totale vermogen in box 3? Totaal, want daar hebben we natuurlijk wel over nagedacht. Hoe gaan we dat doen? Gaan we dat alleen voor het eigen huis doen of totaal? Ja, en wij dachten, wij willen eigenlijk toe naar zoveel mogelijk eigendomsneutraal woonbeleid. En dan zou het niet fair zijn dat als de huurder, de buurman naast je die huurt, en als die een euro spaart, daar wel op wordt aangeslagen, terwijl iemand die een eigenaar is van een huis daar niet op zou worden aangeslagen. Dus wij hebben nu die vermogensvrijstelling in onze doorrekeningsplannen voor iedereen. Dus iedereen heeft straks dan een vermogensvrijstelling van die €375.000 in termen van 2021. Dus dat gaat met de inflatie natuurlijk, wordt het hoger. Over welke termijn moet dit dan worden ingevoerd? Is dat binnen 1 kabinetsperiode of moet dat dan wat langer gefaseerd worden ingevoerd? Ja, je krijgt dat huis niet, je krijgt dat huis niet binnen 1 kabinetsperiode verhuisd van box 1 naar box 3. Dat leidt tot veel te grote schokken. Dus dat zal meerdere kabinetsperioden beslaan. Wat in ieder geval, wat mij betreft, moet gebeuren, is dat in een nieuw regeerakkoord piketpaaltjes worden geslagen van, zo gaan wij ons belastingstelsel hervormen, zo gaan wij met de toeslagen om, zo gaan wij met het fiscale woonbeleid om en zo gaan wij om met het fictieve rendement in box 3, waarbij het eindperspectief helder is, maar waarbij het niet realistisch is om binnen 4 jaar de belastingdienst belasting te laten heffen in box 3 op basis van reëel rendement. Want ja, de belastingdienst ligt gewoon op dit moment te veel op apengapen. En heb ik liever eerst die toeslagen weg. Dat is niet alleen een belangrijke wijziging voor box 3, ook nog een belangrijke wijziging voor box 1. Ja. Wat blijft er dan nog eigenlijk aan belang van box 1 over? Ja, het blijft de belastingbox voor belasting betalen op arbeid, op je werk, op inkomen uit werk. Daar, dat is nu ook al het voornaamste onderdeel van box 1. En wat de ChristenUnie betreft wordt vooral die belasting die je betaalt op je werk wel veel lager. Wij stellen bijvoorbeeld voor het basistarief hebben we nu sinds dit kabinet, daar hebben wij ook ons voor ingespannen, een 2-schijventarief. De laagste schijf, het basistarief, is nu 37% ruim. En wij willen dat verlagen naar ten hoogste 35%. Dus ja, het belasten van inkomen uit arbeid, dat moet minder worden. Tegelijkertijd, het blijft natuurlijk opgeteld een enorm belangrijk onderdeel van ons belastingstelsel. Dan wijzigt er ook wat in box 3. Moet er dan wat ook aan de grens waarop je vermogens gaat belasten of onbelast laat veranderen? Want dat huis komt er opeens bij. Ja, die vermogensvrijstelling waar ik het over had, met 375.000 is die ongeveer zo gemodelleerd dat je de mediaan qua spaargeld in Nederland en de gemiddelde woningwaarde bij elkaar opgeteld, dan zit je nu zo rond dat bedrag. Laatste tijd wordt er ook veel gesproken over erfbelasting, behalve dat het een hele principiële discussie is. Hoe staat de ChristenUnie in het belasten van erfenissen? Ja, de ChristenUnie staat eigenlijk zo in dat wij vinden dat elke euro die je krijgt op dezelfde manier moet worden belast. En wij vinden het dus niet fair dat inkomen uit werk, waarvoor je bij wijze van spreken je enorm hebt ingespannen, dat heel hoog belast wordt. Terwijl inkomen wat je om niet verkrijgt, bijvoorbeeld uit een erfenis, heel laag wordt belast. Dus dat betekent de gemiddelde belastingdruk op erfenissen in Nederland is 11%. 12%. En ik weet wel, dat heeft te maken deels met extra vrijstelling voor de overdracht van familiebedrijven, waar de ChristenUnie veel begrip voor heeft, want we zijn erg fan van de continuïteit van familiebedrijven, van generatie op generatie. Tegelijkertijd
ja, zie je dat die tarieven toch wel wat lager zijn, gemiddeld genomen, dan in de inkomstenbelasting. Dus wat de ChristenUnie betreft, ook al weet ik dat voor veel mensen het werkt als een rode lap op een stier, wat de ChristenUnie betreft gaat de belasting op erfenis iets omhoog en de belasting op arbeid, of inkomen uit arbeid, juist omlaag, zodat dat meer in evenwicht komt. En hoe ziet die erfbelasting er dan concreet uit? Zitten daar schijven in? Zit er een vrijstelling in? Hoe ligt dat met de procenten? Ja, de erfbelasting kent nu heel veel vrijstellingen, heel veel verschillende bedragen. Voor de partner is het, geloof ik, iets uit mijn hoofd, 660.000, 670.000 euro. Voor kinderen is het een veel lager bedrag en voor als je nog verdere verwant bent, is het weer lager. Dus die vrijstellingen kun je naar kijken of die zelf op dezelfde manier zo moeten blijven. De tarieven, ja, op dit moment hebben we voor kinderen geld of 10 of 20 procent. Dan een slag verder van 18 of 36 procent. En nog een, volgens mij, als je gewoon een vriend bent, geldt 30 of 40 procent. Ja, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld toewerkt ook naar een 2-2 schijvenstelsel, hè, van bijvoorbeeld een iets kleinere vrijstelling, 20% voor kinderen en richting de 40% voor erfenissen verderop in het gebouw. Dus dat kan eenvoudiger en als je dat vereenvoudigt kun je dat zo doen dat het per saldo iets meer oplevert. Voor de staat, dat geef ik gelijk toe, maar oké, dat krijg je terug via minder lasten op arbeid. Ja, de erfbelasting is veel in de belangstelling. Wat is het standpunt van de ChristenUnie daarin? Nou, wij vinden dat elke euro die je ontvangt op dezelfde manier belast moet worden. En dat betekent dat op dit moment, als je kijkt naar naar de belastingdruk op euro's die je krijgt uit je werk, inkomen uit je werk, dat is in Nederland relatief hoog belast. Terwijl inkomen dat je krijgt uit een erfenis of niet, is relatief laag belast. De gemiddelde belastingdruk op erfenis is in Nederland ongeveer 12%. Nou weet ik wel, dat wordt omlaag gedrukt doordat er vrijstellingen zijn voor familiebedrijven die van de ene naar de andere generatie gaan. En dat vind ik heel belangrijk ook, want die continuïteit is heel belangrijk van familiebedrijven. Tegelijkertijd het inkomen op de inkomstenbelasting op arbeid is op dit moment tenminste 37%. Dat moet wat betreft de ChristenUnie omlaag. Ja, en dat moet ergens van betaald worden. En wij willen dus die belastingdruk wat gelijker maken. En dat betekent dus dat de erfbelasting wat betreft de ChristenUnie wel iets omhoog kan. En dat kunnen we samen laten gaan ook met een vereenvoudiging. Want we hebben nu een enorme verschillende schijftarieven. We hebben verschillende vrijstellingen. Dus wat ons betreft gaan we daar met de stofkam nog eens goed doorheen. Maar zal onder de streep, ja, de overheid dan iets meer erfbelasting ontvangen. En onder de streep zal de overheid minder inkomstenbelasting uit arbeid ontvangen. Nou, is het natuurlijk wel zo dat een deel van de erfenissen wordt opgebouwd uit inkomen. Dat wordt al belast. Dan zou je zeggen, dan is het onrechtvaardig om als dat omgezet wordt in een erfenis of een schenking, nog eens zwaar belast wordt. Ja, maar nu kijk je naar degene die de erfenis overlaat voor de volgende generatie en kijk je niet naar de ontvanger. Het perspectief wat we als ChristenUnie hebben is de ontvanger. Tegelijkertijd snap ik het bezwaar wel, maar dat bezwaar gaat op voor ongeveer elke euro die je krijgt. Want als je rond de 23e, 24e van de maand je loonstrookje krijgt en je pint en je rijdt naar de dichtstbijzijnde benzinepomp, dan betaal je eerst accijns en vervolgens betaal je btw over de accijns. Dan ben je ook drie keer de pineut, om zo te zeggen. Dus ja, we belasten elke euro tig keer, de euro die je krijgt. Dat is op zich geen onderscheidend argument voor of tegen de erfbelasting. Het ontvangersperspectief is daarentegen wel een echt argument. Waarom zou je de ene euro die je ontvangt laag belasten en de andere euro hoog? Ik snap dat een gevoel van nabijheid en van dat het geld is van je ouders bijvoorbeeld, dat meespeelt. En daarom willen we als ChristenUnie ook niet de tarieven helemaal gelijk maken. Wij vinden inderdaad dat het tarief voor een kind lager mag zijn dan het tarief voor een verre naaste. Betekent dat dan ook dat de BTW voor de ChristenUnie moet veranderen? Ja, wij zouden dat liefst zoveel mogelijk uniform maken. We hebben nu natuurlijk 9% en 21%. En wij zeggen van, nou ja, als je dat ongeveer op 18,5% zou zetten, dan ben je af van heel veel arbitrage. Tegelijkertijd zien we ook wel dat er een aantal producten zijn die je graag zou willen stimuleren. Denk aan groente en fruit. En daarom hebben we wel een paar uitzonderingen. Dus in die zin vereenvoudigen we wel, maar houden we een paar uitzonderingen. Groente en fruit willen we naar het laagst mogelijke btw-tarief, het liefst nul, maar dat kan niet. Dus naar 5% in Europa. Reizen per OV ook 5%. En het repareren van je spullen, van schoenen bijvoorbeeld, zouden we ook graag naar 5% hebben. We willen graag een meer circulaire economie.
ja, dan moeten we het herstellen, het repareren van spullen natuurlijk wel aantrekkelijk maken. Want op dit moment is het veel te makkelijk om iets weg te gooien en nieuw te kopen. Nou viel ook op in de belastingplannen dat de ouderen een aparte positie krijgen. Kunt u dat toelichten? Sorry, die vraag. Wat de ouderenkorting betreft, dan stel ik hem nog even opnieuw. In de plannen zit ook een idee om de ouderenkorting anders in te richten. Hoe ziet de ChristenUnie dat? Ja, klopt. Wij willen zoveel mogelijk naar één fiscale behandeling, of je nou jong bent of oud, dat het niet uitmaakt. Die basiskorting is bijvoorbeeld ook voor iedereen even hoog, of je nou jong bent of oud bent. Wij fiscaliseren ook, wat nu al deels aan de hand is, de AOW. Daartegenover staat dat we de AOW verhogen voor ouderen. Maar daartegenover staat ook dat de ouderenkorting als instrument, dat die absoluut nodig blijft en nodig is om het inkomen van ouderen op peil te houden. Alleen die ouderenkorting, die is nu op dit moment zo vormgegeven dat je, nou ja, op een gegeven moment loopt die heel snel af. En wij maken die ouderenkorting op twee punten anders. We hebben een logische benadering van als je alleen bent krijg je zoveel, als je met z'n tweeën bent krijg je zoveel. Dat is net zo dezelfde redenering als bij de basiskorting. Eén persoon telt voor één, een extra persoon erbij telt voor een half extra. Hopelijk is het niet technisch voor u. En de andere is dat die veel geleidelijker afloopt, zodat je niet als je een eurotje meer verdient, een eurotje meer inkomen krijgt, je in één keer een enorm veel lager bedrag aan een ouderenkorting krijgt. En bij welke bedragen geldt dat dan, met welke procenten? Is dat aan te geven dat het iets concreter wordt qua inkomen? Ja, op dit moment, wij hebben de ouderenkorting voor een alleenstaande, volgens mij uiteindelijk nu gemodelleerd op 2700 euro. En voor, als je met z'n tweeën bent, keer anderhalf, dus 4050. Ja, en dat loopt geleidelijk af van 20.000 tot ongeveer 50.000 euro. Maar je moet het zien echt in relatie tot dat de AOW voor iedereen met tenminste 10% omhoog gaat. En dat de belasting voor iedereen ook lager wordt. Hè. Die 35% is echt duidelijk lager dan de huidige 37%. En die basiskorting is echt zo fors. Daarmee gaat het inkomen in eerste instantie ook fors omhoog. Toeslagen moeten worden afgeschaft. Verhuizing van het huis naar een andere box. BTW wordt aangepakt. Het is nogal een behoorlijke wijziging van het hele belastingssysteem wat de ChristenUnie wil. Ja, maar we hebben ambities. En ik ga niet de politiek om een beetje de status quo te bewaken. Ik wil graag. Kijk, het doet me echt pijn hoe onrechtvaardig ons huidige belastingstelsel is. Nog afgezien van de toeslagen. Dat drama staat ons allemaal voor ogen. Maar ik vind het toch gewoon niet uit te leggen. Dat, stel je voor, mijn buurman die huurt een huis. Ik heb een koophuis. We hebben hetzelfde bruto inkomen. We hebben dezelfde hoeveelheid kinderen. Als ik krijg hypotheekrenteaftrek. Daardoor gaat mijn toetsingsinkomen omlaag en daardoor krijg ik een hogere kinderopvangtoeslag dan mijn buurman, omdat hij toevallig huurt. Dat is twee keer onrechtvaardig. Dus ik vind dat het moet niet uitmaken. Want hoe je woont zegt in principe niks over je draagkracht. Ja, natuurlijk. Mensen met een hoger inkomen hebben vaker een eigen huis dan mensen met een lager inkomen. Maar check hoe je woont, dat zegt niks over je draagkracht. Waarom moet hoe je woont dan uitmaken fiscaal? Of hoe je werkt zegt niks over je draagkracht. Waarom zou die ZZP'er bepaalde extra fiscale kortingen moeten hebben ten opzichte van die werknemer? Laten we alsjeblieft wat doen aan de zekerheid van die ZZP'er en de toegang tot pensioenfondsen. Maar laten we niet aan de fiscaliteit, via de fiscaliteit eigenlijk, de een anders behandelen dan de ander. Dus ik wil heel graag als ChristenUnie een eind aan fiscale discriminatie. En ja, dat gaat gepaard met een flinke verbouwing van ons stelsel. Dat betekent dat er ruim de tijd moet worden genomen. Ja, dat betekent, het kan niet allemaal op een achternamiddag. Dus die stelselwijziging moet je heel slim in een heel slim treintje zetten. En ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat we wel beginnen als eerste bij wijze van spreken volgend jaar met het afschaffen van die kinderopvangtoeslag. En dat we toegaan naar een ander systeem van het ondersteunen van kinderopvang. Daarmee speel je de eerste toeslag als het ware vrij. En creëer je ook mankracht bij de Belastingdienst om het volgende wagonnetje in de trein aan te gaan pakken. Stel, ChristenUnie gaat meeregeren, u wordt minister van Financiën of staatssecretaris voor Belastingzaken. Wat zijn de eerste drie dingen die u gaat doen? Ja, of je nu iemand gunt om staatssecretaris van Fiscale Zaken te worden, van Financiën. Ik ben bang dat je je ergste vijand op dit moment niet gunt. Maar stel dat ChristenUnie een bewindspersoon op Financiën mag leveren. Ja, dan is wel stap 1 weg met het toeslagenstelsel. Dus echt daar heel veel op inzetten.
Stap 2 is die inkomstenbelasting, die box 1, veel rechtvaardiger maken. Dat inderdaad het niet meer uitmaakt hoe je werkt, hoe je woont en hoe je huishoudenssituatie is. Dat het veel neutraler, met veel minder discriminatie gepaard gaat. En stap 3, daar moet ik eens even over nadenken. Nou, ik denk dat inderdaad die beweging van belasten op arbeid naar meer belasten van bepaalde vormen van vermogen die nu niet worden belast. Of het vergroenen, het gezonder maken van het stelsel. Waarom moet de belasting op chips, bij wijze van spreken, net zo laag zijn als op groente en fruit? Nee, alsjeblieft, laten we dat anders doen. Laten we groente en fruit, vooral van het seizoen, de logische keuze zijn voor iedereen. Ook als je in een achterstandswijk woont. En laten we chips en andere wat minder gezonde dingen, of laten we maar zeggen gewoon ongezonde dingen, wat duurder maken. Dus dat zou ik wel als derde keuze. Dus 1, toeslagen. 2, inkomstenbelasting. 3, het stelsel mag wel wat gezonder en groener. Krijgt de belastingbetaler dan ook een bedankbriefje? Een bedankbriefje als? Om zijn belasting die hij betaalt elk jaar. Ja, nee, maar sterker. Kijk, laat ik deze vraag zo beantwoorden. Dat de Belastingdienst is superbelangrijk. De belastingbetaler is ongelooflijk belangrijk. Uiteindelijk is het de belastingbetaler, en vooral de belastingbetaler die veel belasting moet betalen, die zorgt dat onze samenleving kan draaien. Dus ja, de ChristenUnie is er zeer van doordrongen dat we met belastingheffing wat vragen van burgers. Tegelijkertijd, ja, de visie van de ChristenUnie is ook zo op de samenleving en op de overheid, dat we bepaalde taken hebben die we collectief willen doen, dat we bepaalde sociaal minimum met elkaar willen organiseren, dat we onderwijs willen financieren. Dus dat het ook een legitieme transactie is, hè? Dat we belasting vragen aan mensen. Dus ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Ik ben heel dankbaar dat mensen ook conscientieus hun werk doen en belasting betalen. Tegelijkertijd, over het algemeen gebeuren daar in Nederland best veel goede dingen voor. Er mogen heus wel dingen anders, er gaan heus wel dingen fout. Maar over het algemeen wordt het belastinggeld wat wordt betaald en wat soms inderdaad veel kan zijn, netjes besteed aan goede wegen, goede scholen en andere voorzieningen die heel belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld onze zorg. Want moeten we ons zorgen maken over de belastingmoraal, draagvlak voor de belasting, nee. Zeker na die toeslagenaffaire? Als je bijvoorbeeld met belastinginspecteurs spreekt, het handhavingstekort, hè, en dat soort termen vallen dan, dat is in Nederland heel, heel laag. We zijn internationaal een van de netste en keurigste en beste belastingbetalers in de wereld. Dus daar maak ik me niet heel veel zorgen over. Maar tegelijkertijd, als wij als overheid en als Belastingdienst het gewoon jaar in jaar uit laten liggen, en bijvoorbeeld de erfbelasting bijvoorbeeld niet netjes weten te verrekenen, of de toeslagen daar jaren later nog eens bij je op terugkomen omdat het toch niet goed is gegaan volgens de Belastingdienst, en dat blijkt dan ook nog eens vaak onterecht, ja, dan denk ik van zo'n stelsel en zo'n overheid en zo'n Belastingdienst is wel bezig zijn eigen imago en zijn eigen betrouwbaarheid te ondergraven, en dat kan doorwerken in de belastingmoraal, en ik wil dat graag voorkomen. En daarom stelt de ChristenUnie een vrij grootscheepse verbouwing voor. Kan ik het niet laten. Ik ga toch vragen, welke programma's tot nog toe staan eigenlijk het dichtste bij de plannen van de ChristenUnie op belastinggebied? Nou ja, als je puur kijkt naar waar we de nadruk op leggen en dat bijvoorbeeld het ruimte moet zijn voor gezinnen, dan kijk je natuurlijk al gauw naar het CDA of naar de SGP. Maar als je echt kijkt naar wie heeft het lef het belastingstelsel een beetje te verbouwen, en het eenvoudiger te maken en echt te zorgen dat we van die toeslagenallende afkomen, dan is dat naast de ChristenUnie opmerkelijk genoeg D66, waarbij we ideologisch misschien hebben gebotst, ook in deze kabinetsperiode, maar die dan qua lef en qua richting wat betreft de toeslagen dichter bij ons staat. Dus dat vind ik wel mooi om te zien. Je kunt het niet helemaal plat slaan, hè. Er is veel meer te vertellen over belastingen en welke partij kun je goed mee samenwerken, maar D66 is eigenlijk naast de ChristenUnie een van de weinige partijen met het lef om het stelsel echt grondig te verbouwen en te zorgen dat we een beter en eenvoudiger stelsel krijgen.